heb het eigenlijk nog nooit zo rustig gezien op Halloween hier in Moviepark. Het lijkt gewoon echt uitgestorven. Er is niks te doen, er lopen hier helemaal geen mensen. Yes, mijn naam is Fuad en vandaag ben ik in Moviepark Germany. En ik ben hier niet zomaar alleen voor de attracties. Nee, het is oktober, dus dat betekent dat Halloween evenementen weer gaan beginnen. En het eerste Halloween evenement dit jaar, dat is in Moviepark Germany. Het Halloween Horror Festival. Ik ben eigenlijk super benieuwd hoe dit gaat zijn Halloween dit jaar. Want net als alle andere dingen gaat dit ook anders zijn dit jaar, vanwege corona. Tot nu toe heb ik dat nog geen Halloween evenement gedaan, dus ik ben wel benieuwd hoe zij omgaan met de coronamaatregelen hier. En of het nog hetzelfde zal zijn als andere jaren. Ik kom hier al sinds 2007 en sinds 5 jaar ieder jaar. Ik moet zeggen, het is een tof evenement. Vooral de huizen, de spookhuizen hier in Moviepark zijn heel goed om te doen. Dus ik ben super benieuwd of het weer net zo leuk is als andere jaren. Maar jullie gaan het zien. En mocht je dat nog niet gedaan hebben, abonneer dan ook even op mijn kanaal. Dat zou ik super leuk vinden, want ik ga deze maand nog meer naar Halloween evenementen. Dus dan mis je geen ene video daarvan. We gaan onder andere nog naar Walibi Holland, Toverland en wellicht nog een aantal andere evenementen. Maar dat is een beetje afhankelijk van wat corona doet. Maar abonneer in ieder geval, want dan mis je niks van deze video's. Volg mij ook even op Instagram, Twitter en TikTok. En vorig jaar was hier het spookhuis Wrong Turn te vinden. Dit was te vinden in de oude Ice Age Dark Ride. Maar dat is er dit jaar helaas niet meer. Zoals jullie hier zien wordt er gebouwd aan een nieuwe attractie. Moviepark opent volgend jaar in 2021 een nieuwe achtbaan. Dat wordt een family coaster van Intamin. Hoe en wat hij er precies uit komt te zien is nog niet bekendgemaakt. Het enige wat bekend is dat hij 532 meter lang zou worden. En dat hij compleet indoor zou zijn, dus overdekt. Daarnaast zal die voor en achteruit gelanceerd worden en hij heeft een platform wat 360 graden kan draaien. De maximale snelheid zal ongeveer 60 km per uur zijn, maar dat is wel iets om naar uit te kijken in 2021. Ook heeft Moviepark dit jaar een nieuw spookhuis gepresenteerd, dat is de Curse of Chupacabra. Dat is een Mexicaans thema van Fiesta de Muertos. Nu is het nog overdag, hij is gesloten. Maar vanavond gaan we deze ook zeker uittesten. Als je denkt van deze locatie, kom mij bekend voor. Dat klopt. Dit is namelijk op de locatie van de Lost Temple. Vanwege corona is deze attractie dit jaar gesloten. En nu met Halloween hebben ze daar een nieuw spookhuis. Het ziet er van buiten best vrolijk en feestelijk uit. Maar ik denk dat dat vanavond wel anders zal zijn. Dit is dan het programma vanavond van het Halloween Horror Festival. In totaal zijn er 7 spookhuizen. Er zijn een aantal zaken belangrijk waar je rekening mee dient te houden als je naar Moviepark Germany komt. Het eerste punt is eigenlijk of je überhaupt wel naar Duitsland kan reizen. Dat is belangrijk, nu vanwege corona. Op dit moment dat ik deze video opneem zijn er 3 provincies die code rood zijn in Duitsland. Als je uit die provincies komt en je reist af naar Duitsland, dan dien je of een negatieve coronatest te overhandigen. Die minimaal, volgens mij 72 uur van tevoren is gedaan. Of je dient 14 dagen in quarantaine te gaan. Dat lijkt me een bezoek aan Moviepark niet waard. Dus check dat wel even vooraf als je naar Moviepark toe komt. Het tweede punt waar je rekening mee dient te houden, dat is de leeftijd voor de spookhuizen. Voor deze spookhuizen gelden adviesleeftijden. De meeste spookhuizen die zijn 16 plus. Volgens mij hebben we ook nog wat huizen van 18 plus en eentje van 12 plus. Dat zijn adviesleeftijden, die kennen we ook van spookhuizen zoals in Walibi. Alleen in tegenstelling tot Walibi, bij Walibi is het vaak echt een advies. En ben je bijvoorbeeld jonger, dan kan je er gewoon nog in, geen probleem. Alleen in Moviepark zijn ze daar wel wat strenger in. Ben je namelijk nog geen 16, dan kom je gewoon het spookhuis niet in. Bij iedere wachtrij wordt er ook gecontroleerd op je legitimatiebewijs. Heb je die niet of ben je nog niet de juiste leeftijd, dan kom je ook gewoon het spookhuis niet in. Dus dat is wel belangrijk om van tevoren te checken. En het laatste punt wat ook heel belangrijk is dit jaar met het Halloween Horror Festival, dat is in tegenstelling tot andere jaren, waren alle spookhuizen hier in Moviepark gratis. Dus je hoeft alleen de wachtrij aan te sluiten en je kon naar binnen, je hoeft er niet voor te betalen. Vorig jaar was er wel een spookhuis, Wrong Turn, daar vroegen ze wel 5 euro voor. En tot voor kort was ook de Walking Dead Experience hier in Moviepark, daar vroegen ze ook geld voor. Maar de rest van de spookhuizen die waren gewoon gratis.
Alleen nu in verband met corona kunnen ze deze capaciteit niet aan. En dien je te betalen voor alle spookhuizen in Movie Park. Op eentje na, dat is Campout, die is gratis. Maar al jouw tickets, ook Campout, dien je wel van tevoren online te reserveren. De prijzen die variëren van 4 euro voor Insidious Chapter 2 tot aan ongeveer 6 euro voor onder andere de hostel. Ook voor kinderen biedt Movie Park Halloween. Dat is overdag te vinden. Dit is hier eigenlijk te vinden tussen de Main Street en Nickelodeonland. Dat is van 12 tot 5 geopend voor kleine kinderen. Dus ook die kunnen hier Halloween vieren in Movie Park. Zo, het is bijna 6 uur, dus dat betekent dat Halloween hier losbarst in het Movie Park. Het is ook tijd voor het eerste spookhuis van de avond. Zoals eerder gezegd, je moest hem reserveren. Dus ik heb hem gereserveerd voor 6 uur. Dat is dit huis, Slaughterhouse. Ik mag helaas natuurlijk niet filmen in de huizen. Maar ik probeer jullie na afloop wel even wat te vertellen over dit huis. Yes, en dan kom ik net uit Slaughterhouse. Het was eigenlijk een toffe ervaring. Wat opviel is dat je eigenlijk met 8 personen in totaal het spookhuis ingaat. Dus het is geen lange treinen. En ik moet zeggen, qua schrik-effecten viel die nog wel mee. Misschien omdat het begin van de avond is dat de acteurs nog niet helemaal goed waren. Maar ik vind deze wel tof gewoon qua aankleding. Het is een soort slachterij waar je doorloopt. Met allemaal bloed en dat soort dingen. Dus deze is zeker wel aan te raden. Wat opvalt bij de acteurs is dat ze allemaal gezichtsbedekking dragen. Maskers of iets dergelijks. Dus dat is in tegenstelling tot andere jaren nu voorzien bij de characters. Movie Park heeft 3 scare zones. Ze hebben bij de ingang op de Main Street Horrorwood Boulevard. Ze hebben bij de Van Helsing en bij Time Riders hebben ze Acid Rain. En er is nog een derde scare zone die is te vinden bij de Bandit. En dat is Dead West. Moet ik wel eerlijk zeggen dat de scare zones hier doorgaans niet zo goed zijn als in Nederland. Dus bijvoorbeeld in Toverland of in Walibi. Maar het is wel leuk dat er gewoon af en toe acteurs onverwacht lopen en je probeert te laten schrikken. Dus we gaan nu naar Dead West. En als je nu denkt van hoe kan je nu een Halloween goed laten schrikken op voldoende afstand. Deze cowboy die je voor me ziet lopen, die heeft in zijn hand knaletten. Die gooit hij tussen het publiek, waardoor het publiek zich rot schrikt. Ik moet eerlijk zeggen, dit is echt een geniale oplossing van Movie Park. Om gewoon op voldoende afstand mensen toch nog goed te laten schrikken. Waar ze ook gebruik van maken is om afstand te schrikken. Dat is de attributen die ze naar het publiek toe gooien. Die hebben ze aan een elastiek zitten. Deze acteur heeft bijvoorbeeld een schaar aan een elastiek zitten. En dat kan hij naar het publiek toe gooien. Een ander spookhuis dat we vanavond helaas niet op de planning hebben staan. Dat is Circus of Freaks. Wat daaraan veranderd is dat de wachtrij niet meer daar begint. Die begon eigenlijk op een hoekje. Maar daar, je gaat nu tegenwoordig de 4D cinema in. Daar is de ingang. Zoals je ziet is het niet zo druk vandaag, dus je merkt wel omdat de spookhuizen nu betaald zijn dat de wachtrijen een stuk minder lang zijn dan normaal. Tijd voor het tweede spookhuis. Dit is de hostel. Ik vind het meest intense spookhuis dat ik ooit heb gedaan. Je wordt normaal gesproken hardhandig aangepakt. Je wordt echt aan de kant geduwd en zo grijp je bij je nek. Ik weet niet of dat nu met corona ook zo is, maar we gaan het zien. En ik kom net uit de hostel en wat een tof spookhuis blijft het toch hoor. Ik vind hem echt qua storyline vind ik hem echt geweldig. Zoals ik al zei, je begint in Amsterdam. Het begint ook allemaal heel vrolijk. Een leuke sfeer is daar. En je merkt gewoon dat je dan op reis gaat via de trein. Want ze hebben op een gegeven moment ook een plaat. Ja, ik ga niet te veel spoilen, maar ze hebben ook een plaat die op en neer gaat. Waardoor het net lijkt alsof je in een trein zit. En vervolgens kom je ook in een nachtclub waar keiharde muziek wordt gedraaid. Dus het begint heel gezellig en heel tof. En dan slaat het weer in één keer gewoon om, helemaal naar een horror thema. En dan wordt het echt helemaal gruwelijk en dan is de sfeer helemaal anders. En dat vind ik gewoon echt hartstikke tof hier aan de hostel.
Wel moet ik zeggen, ten opzichte van andere jaren waren hier wel wat dingen anders als andere jaren. Zo krijg je normaal een instructiefilmpje altijd bij het spookhuis te zien. Dat is normaal binnen. Nu moest je buiten blijven staan omdat de kamer toch wel iets te klein is. Daarnaast word je hier ook altijd hardhandig aangepakt. Je wordt vastgegrepen, je wordt aan de kant geduwd. Dat was dit keer nu in ieder geval bij mij niet zo. Maar ik denk dat ze dat ook niet doen. Ik moet eerlijk zeggen, dat vond ik eigenlijk wel fijn. Want ik vind vasthouden vind ik op zich niet zo erg. Maar dit ging wel net voor mij iets te extreem af en toe. Dus dat is nu tegenwoordig met corona niet. En wat ook ontbreekt, aan de ene kant wel jammer, want het was wel top. Dat is de cool cell scène op het einde. Normaal gesproken kwam je in de cool cell terecht. En dan ging het licht uit en dan kwam een fan met een kettingzaag kwam dan een keer tevoorschijn. Dat was wel echt super top. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat ze dat niet doen, want het was ook een kleine ruimte waar veel mensen bij elkaar staan. Dus dat is ook niet echt veilig. Maar ondanks deze dingen die ik mis, vond ik het toch super top om de hostel weer gedaan te hebben. Tijd voor het derde spookhuis deze avond. Of ja, spookhuis is het niet, het is een walkthrough. Het is namelijk Campout. Dat is eigenlijk, ja, hierachter zie je het misschien, het is wel donker. Maar daar is een route door het bos uitgezet. Een soort camping scouting-achtig idee. Ja, dit is daar ook al een aantal jaar. Dit is wel het enige spookhuis of Halloween beleving die gratis is deze avond. Voor alle spookhuizen, zoals eerder gezegd, dien je dit betalen. Deze is gewoon gratis. Dat zie je ook eigenlijk wel gelijk aan de wachtrij. Wel belangrijk dat je de campout reserveert online. Dus je hebt wel echt een ticket nodig. Die kost niks, maar die heb je wel nodig. Dus een gereserveerde tijd van ongeveer een kwartier, dat is belangrijk. Hier in Moviepark hebben ze ook markeringen op de grond. Met 8 stippen, dat is bij ieder spookhuis. Namelijk in Moviepark is het zo dat je met gezelschappen van 8 personen het spookhuis ingaat. Hoeven niet de personen zijn uit jouw eigen huishouden, het kunnen ook anderen zijn. De groepen worden ook gewoon opgevuld tot 8 personen. En in de wachtrij staan daar stippen waar je dus met deze 8 personen op moet gaan staan. Dit was dus Campout, de walkthrough door het bos. Je kan deze een beetje vergelijken met Witch's Forest in Toverland. En wellicht met Wicked Woods in Walibi. Dus een walkthrough door het bos. Deze is niet zo heel lang, ik vind hem ook niet zo heel goed. Hij is ook van 12 plus, dat merk je ook wel. Er zit af en toe wat schrik-effect in. Maar ik vind ze een beetje slecht getimed altijd. Maar hij is gratis, dus wel leuk om gewoon mee te pakken. Blijft toch vreemd eigenlijk met oplopende coronabesmettingen. Dat je hier gewoon lekker kan feesten. Er draait hier namelijk een DJ tegenover de Slaughterhouse. Dus elk jaar is altijd gezellig. Je ziet ook wel, er is gelukkig genoeg afstand hier. Het is ook een rustige avond, dus dat scheelt. Maar ondanks vind ik het toch wel leuk dat het er is. Wel een beetje vreemd, maar wel leuk. Dit is de MP Express, oftewel de Lucky Luke Group The Ride. Maar met Halloween heet hij anders, heet hij namelijk Bamboo Twister Express. Voor degenen die afvragen, wat is Bamboo Twister nou? Bamboo Twister Club was vroeger een spookhuis hier in Moviepark, waar nu eigenlijk de Lost Temple is. Dat was het spookhuis. Maar toen de Lost Temple kwam, is die eigenlijk verdwenen. Dus het is wel een leuke verwijzing naar dat oude spookhuis. Wat hebben ze nu gedaan met de MP Express of de Bamboo Twister Express? Die hebben ze uitgelicht met verschillende spotlights, rook en allemaal verlichting. Het is een leuke toevoeging. Tijd voor een nieuw spookhuis. Dit keer project Ningyo. Je moet een stukje lopen naar een oude filmstudio. En daar ga je dan naar binnen. Ik heb het eigenlijk nog nooit zo rustig gezien op Halloween hier in Moviepark. Het lijkt gewoon echt uitgestorven. Niks te doen, er lopen hier helemaal geen mensen. Ik zou eigenlijk Insidious Chapter 2 niet doen. Maar omdat het toch rustig is en ik heb even tijd tussen de spookhuizen door, heb ik net online een ticket gekocht voor Insidious Chapter 2. Dus die gaan we toch nog doen. Ik laat jullie daar ook weten wat ik ervan vond. Normaal vindt hier de stuntshow dus plaats bij Insidious Chapter 2. Maar nu is hij helemaal leeg. Best uniek om hier eigenlijk in het donker te lopen. Zo, dat was Insidious Chapter 2. Dit is het eerste huis waar ik eigenlijk best geschrokken ben. Er was een effect achter een glasplaat die ik niet zag aankomen. Voor de rest was het ook hier heel rustig. Je kon er met één groepje tegelijk in. En ik vond sommige acteurs die hadden nog niet een hele goede timing. Dat was wel een beetje jammer. Maar ja, het is de tweede avond, dus misschien moeten de meesten ook nog inkomen. Maar ook dit is wel echt een mooi gethematiseerd en aangekleed spookhuis.
En deze is ook maar 4 euro, dus dat is ook de goedkoopste van alle spookhuizen. Dus die zou ik, als je die nog nooit hebt gedaan, zou ik die wel adviseren om te gaan doen. De avond gaat snel voorbij en het is alweer tijd voor het laatste spookhuis deze avond. Dit is de Curse of Chupacabra. Dit is het nieuwste spookhuis hier van Movie Park. Het is een Mexicaans thema in de stijl van Fiesta de los Muertos. En ik ben heel benieuwd hoe dit spookhuis gaat zijn. Yes, en ik kom net uit de Curse of Chupacabra. Echt wel een super tof spookhuis eigenlijk. Het is niet iets wat ze hier al hebben. Eigenlijk is het spookhuis helemaal gebouwd in de wachtrij en bij de attractie van de Lost Temple. De Lost Temple heeft natuurlijk een hele lange wachtrij. En die hebben ze eigenlijk helemaal omgetoverd naar een Mexicaans thema. Waarbij je verschillende figuren ziet. Deels van het spookhuis is ook een hooded maze. Nou, voor degene die niet weet wat een hooded maze is, dat is eigenlijk een spookhuis waar je meestal geblinddoekt bent en door middel van een touw je weg vervolgt. Alleen hier was je dan niet geblinddoekt, maar hier was het op een gegeven moment wel helemaal donker. Dat werd je van tevoren ook bekendgemaakt, dat het echt donker zou worden. Dus een gedeelte van het spookhuis, dat was echt donker en dan moest je echt aan een lijn vasthouden. Wat daaraan het toffe was, dat de acteurs, die hadden volgens mij night vision, dus nachtkijkers hadden ze op. Waardoor ze het publiek wel gewoon, de gasten wel zagen lopen. En ze zo dus schrik-effecten konden doen. Voor dit nieuwe spookhuis moet je ook wel een beetje flexibel zijn. Want je moet ook een beetje bukken en kruipen. Dus je moet wel een beetje lenig zijn. Maar ik vond het wel tof. Eén keer goed geschrokken. Ik ga niet spoilen waardoor. Maar ik vond het wel een leuk spookhuis. Je kan de Curse of Chupacabra vergelijken met Fear the Woods in Toverland. Maar dan net met verschillende elementen. Het is een beetje een spookhuis, maar ook een spookhuis waar je echt bijna niks ziet. Zo, en dit was dan Halloween Horror Festival 2020. Ik heb een super leuke avond gehad hier. Ze hadden hele leuke huizen en het was super rustig. Ik heb het nog nooit zo rustig hier meegemaakt met Halloween in Movie Park. Ik sprak ook een medewerker en ja, ze zei dat het inderdaad wel iets drukker was als gisteren, maar dat het wel rustig was. Het is natuurlijk ook begin oktober en corona speelt natuurlijk ook mee, waardoor wellicht mensen ook niet gaan. Maar je hoort mij in ieder geval niet klagen, want daardoor heb ik ook zelf nog een extra spookhuis kunnen doen. Insidious Chapter 2. Die had ik eigenlijk niet gepland, maar omdat ik tijd over had en je nergens hoeft te wachten, heb ik die toch gedaan. Eigenlijk alle huizen vond ik eigenlijk wel goed. Ik vond de acteurs wisselden qua kwaliteit. Sommigen hadden niet een hele goede timing. Maar goed, dat heb je er altijd wel bij. Maar de huizen, ik vind dat Movie Park steeds beter wordt wat betreft kwaliteit. De huizen worden steeds beter aangekleed. En het thema, het wordt echt een themabeleving. En dat vind ik wel erg goed aan de huizen hier in Movie Park. Halloween Movie Park loopt nog door tot volgens mij 8 november als ik het goed heb. En is elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag met uitzondering van 5 november. Dus dat zijn ontzettend veel dagen. Het is nu 10 uur, dus Movie Park gaat sluiten. Het Halloween zit erop. Maar het Halloween seizoen voor mij zit er nog niet op. Want het begint pas net. Het is het eerste evenement wat ik bezoek. Er staan nog een aantal Halloween evenementen op de planning. En dit was het vanuit Movie Park Germany. Het Halloween Horror Festival 2020. En ik zie jullie weer in de volgende video.